Jongens, welkom bij weer een nieuwe Cold Fame video. Vandaag zijn wij nog steeds opgesloten in het dorpje waar wij terecht zijn gekomen doordat wij gecrashed zijn met onze car. Hier even een flashback naar hoe we hier terecht zijn gekomen. De bliksem slaat. Kijk, die bliksem is bijna op ons. Oh, dat is nog echt Florian. Wat gebeurt er? We kanten een beetje, maar als het goed is, kunnen we nog We zijn in ieder geval in de village aangekomen, jongens. Daar ben ik al heel blij mee. Ik hoop dat we hier even mogen overnachten en misschien even wat nieuwe spulletjes mogen regelen en zo. Dus we zijn hier nog steeds, jongens, maar dat maakt allemaal niet uit. We gaan proberen om zo snel mogelijk terug te gaan naar Cold Fame, naar onze eigen stad. Maar in de tussentijd moeten we wel natuurlijk goede dorpelingen zijn, goed voor de villagers zorgen en doen wat ze vragen van ons. Ik wil vandaag de dag beginnen met een takenlijstje die ik heb gekregen. Ik heb namelijk van de villagers gehoord dat ik even de koeien moest gaan melken, oftewel de villager bij de koeien moest helpen. Kijk, hij is al druk bezig daar. En ik moest daarna door naar de farm om de farm villager te helpen. Dus laten we maar beginnen hier. Ik zie dat ze druk bezig zijn met het herproduceren van de koeien. Goedemorgen, meneer de villager. Ik ben hier om jou te helpen. Hallo, wat moet ik doen? Wat moet ik doen? Melken? Ik weet niet, ik versta er geen reet van, jongens. Maar dat klinkt als een ja en een nee. Prima, deze? Moet ik deze melken? Oké. We hebben de eerste. Kan ik de kleine al melken of is dat nog niet de bedoeling? Oké, dat is nog niet de bedoeling. Deze hier. Jongens, ik begin langzaam de taal te begrijpen. Ik vond het moeilijk, maar inmiddels denk ik dat ik het op zich wel kan begrijpen. Nou, hoppakee. En nu? Dat is heel simpel. Ik heb allebei gemolken. Ik heb 2 buckets van milk. Wil jij die hebben nu, of? Oké, prima. Dan heb je 1 en heb je 2. Nou, toppie. Dat was hem. Heb je meer hulp nodig, of? Nou, oké. Hele simpele taak uitgevoerd, jongens. We hebben de villager hier geholpen bij de melk. Moet ik nu door naar de farm villager? Of is er iets? Ik moeilijk om te begrijpen, die taal, jongens. Maar ik doe echt mijn best. Nou, hij gaat rustig zijn ding doen. Laten wij doorgaan naar de andere villager, jongens. We moeten even onze taak uitvoeren. En dan kunnen we daarna verder met de privédetective zoeken. Dan gaan we even naar Florian. Vind ik een hele goeie. En ik ken de stad natuurlijk nog niet als de beste. Maar ik kan wel al zien dat daar de farm is, jongens. Ik heb geen farm gereedschap bij. Misschien heeft hij dat voor me. Ik hoop het. Goedemiddag, meneer. Of avond zelfs ook. Ik zie dat het wat donkerder wordt. Hey, ik kom de oogsten. Geen idee. Ja, volgens mij staat er een soort van oké, of een ja, jongens, ik weet het niet. Moet ik gewoon alles wat goed is hakken en dan aan jou geven? Nee, moet ik de pompoenen hakken? Oh, je hebt een hoofd voor me. Nou, geef maar. Oké, en dan? Wat ga je doen? Wat is er aan de hand? Ik ga wel gewoon alles opnieuw doen. Ga ik gewoon farmen. Maakt niet uit wat het is, of het nou klaar is of niet klaar is. Ik ga het gewoon farmen. Zo, dan plaatsen we dit terug. Doen we alleen wie terugplaatsen, dan hebben we het ook gelijk een beetje voor ze gesorteerd. Kijk, die mag ook zo. Wat een lelijke farm is dit trouwens. En weet je wat we met de rest doen? Die gooien we gewoon in de compost hier. Zo, hoppakee, dit ook erbij. Zo, dan hebben we alles erin gegooid. Ben je blij met me? Nee! Hoezo niet? Oh, maar deze gaat lekker naar zijn bed toe. Jongens, weet je wat? Het is donker. Ik wil nog even naar Florian de burgemeester even over de zaken praten. Want mijn taken in het dorp zijn wel klaar. En volgens mij voert hij geen reet uit in het dorp. Ik ben alles aan het doen. Nou, we zijn bij de buurman aangekomen. Dan gaan we even open doen. Oh mijn god. Goedemiddag of avond, meneer de burgemeester. Ja, jou verwachtte ik al. Ja, ik kwam over... Jou niet. Hallo? Goed. Wat wilde je zeggen? Ik wilde even met de zaken weer praten over... Heb je al contact opgenomen met de privédetective? Ja, ik was ook een tijdschrift aan het lezen. Weet je, laten we even naar beneden gaan. Want het is nu avond hier en zo. Het is fris buiten. Hier, ik heb een bezoeker. Ja, ik zie het inderdaad. Nou, laten we naar beneden gaan. Zo, hoe zie je... je badkamer, is die klaar? Het toilet? Die is klaar. Ze werken hard, hoor. Mag ik even kijken? Ja, hoor. Wel doorspoelen, alsjeblieft. Ja, natuurlijk, joh. Kijk, blijkbaar is... Jeumig, wat is dit luxe? Wat is dit een luxe badkamer? Huh? Hallo, wat is het? De mega jacuzzi-badachtig idee dit. Handdoeken hangen hier. Jemig, waarom krijgt die burgemeester zulke luxe spullen? Ik snap dat niet. Ik snap dat gewoon niet. Florian, hoe krijg je het voor elkaar? Wat? Nou, waarom is het zo luxe, dit? Status. Status, oh mijn god, echt waar. Ik vind het vreselijk dat jij zulke goede dingen krijgt. Ik heb gewoon nog steeds... Ik moet werken, ik moet de farmer helpen, ik moet de butcher helpen. En jij krijgt dit allemaal. Ja. Lekker tapijtje, lekker bad hier. Oh, ik heb de kaarsjes al aangezet, dus ik ga zo lekker in bad. Wauw, wel mooi. Ik moet wel toegeven, het is wel heel mooi gemaakt, hoor. Het ziet er echt goed uit. Ja, ze hebben goed met de bouwtekeningen gevolgd. Maar ik moet ook één ding opbiechten naar jou toe. Nou?
Wat een lelijke trui heb je aan. Wat een lelijke trui. Ja, weet je, ik dacht, we kan mijn koningskin wel even aanhouden. Maar we zijn niet in mijn stad. En ik vond het zo zielig voor die villetjes om dan mijn koningskin aan te houden. Dus ik heb maar even mijn blauwe trui aangedaan voor deze video, oh, wat jongens. Wat werkt het toch allemaal goed? Je begint steeds meer te beseffen dat je gewoon een burger bent. Nee. Heerlijk. Ik denk tenminste aan deze villetjes. Jij voelt je weer veel te high class. Ik probeer me te mengen onder het volk hier. Mhm. Ja, nee, denk daar maar eens over na. Mhm. Maar, Maar wat? Ja. De badkamer, kijk, de badkamer, dat is natuurlijk één ding, maar die wordt ook allemaal gemoderniseerd, want ik ben een beetje zat van dit... Dat hout zeker en zo, dat was oude mensen. Dus ja, als je het een beetje in deze stijl kan krijgen, snap ik het wel. Alleen, ja, het is wel een mooie badkamer. Ja, dus als jij alvast de bouwtekeningen kan doorvoeren, dan zou dat top zijn. Dan, wat doet hij hier? Ik heb geen idee, maar hij kwam even als opzichter, denk ik. Ja. Ja, dus goed, moderniseerd. Ik geef je de bouwtekeningen, geef ik wel. Oh, ja. Mijn god. Alles mag hier gesloopt worden. Ook hierboven. Ja. Niet te geloven. Ja, oké. Okay, nou, dan gaan we dat doen. Dan komt dat helemaal voor de bakker. Ja, maar wanneer is het af? Ik zou het graag morgen af willen hebben. Het is, we gaan even bouwen, Max. Ja, oh, ga je weer verbouwen? Ja, dus we moeten er zometeen, of in ieder geval later wel uit. En dan komt het als het goed is wel goed. Nou, prima. Toch. Hoor jij dat ook? Huh? Wat is dit? Dit is niet vanuit mij. Is het maandag? De eerste maandag of zo? Wat is dit? Daar lijkt het wel op. Dit is niet namens jou. Volgens mij komt het ook van boven. Huh? Wacht, ik ga even kijken. Het komt volgens mij van boven. Ja, ik ga mijn spullen pakken. Ja, prima. Oh, wat is dit voor een luchtalarm? Wat is er gaande, man, boven? Ik hoor vuur. Oh, mijn god. Oh, wat is er gebeurd? Nee! De villagers! Wat is dit? Hij is dood! Oh mijn god, wat is dit? Dat is een draak. Au, jongens, er is een dode village hier. Er vliegt een draak rond. Ik moet iets doen. Jongens, ga naar binnen. Ga jullie huis in. Ga jullie huis naar binnen. Au, oh my days. Oh, er vliegt een draak rond. Jongens, ik moet op de bel drukken. Villagers naar binnen. Villagers, huizen in. Ik weet niet, er gaat al lucht lang, maar ik weet hoe villagers reageren op een bel. Oh, hij is uit. Hij is... Oh nee, ga verder. Oh mijn god, jongens. Er vliegt een draak rond. Oh, mijn deze moet oppassen. Jongens, naar binnen. Ga mijn huis hier. Ik haal de carpet weg. Jullie mogen. Ga naar binnen. Red jezelf. Wat moet ik doen? Ik weet gewoon niet wat ik moet doen. Ik heb niks om tegen die draak te vechten. Ik heb helemaal niks. Waar zijn de koeien? Nee, de koeien zijn... Hey, jij hebt ons gered. Jij bent een villetje. Wat is dit? Oh, pas op. Oh, de zwaard. Oh, dit is het zwaard van de burgemeester. Wat is er? Oh, mijn god, een villagersgenoot. Zet jezelf uit. Nee. Waar is het? Ga naar het water. Wat is er? Moet ik je helpen? Oh, mijn god, wat is er gaande, jongens? Waar is die draak? Ik hoor hem niet. Het is heel even rustig. Wat is er aan de hand? Wat? Oh, je kinderen. Zijn dit die van jou? Oh, mijn god. En de deur. Daar kunnen ze... Oh, ik snap wat er aan de hand is. Oh, er zijn explosies hier en daar. Pas op. Ik heb een pickaxe. Wacht, kom aan de kant, Laat ze vrij. Kom, jongens, naar buiten. Naar buiten, jongens. Snel. Vrijheid. Weg hier. Voordat het huis instort. Naar buiten. Kom. Ik sla jullie maar. Gewoon, kom alsjeblieft. Ren naar buiten. Ja, goed zo. Oh, mijn god. Oh, we zijn net op tijd. Rennen. Weg hier. We moeten even uit de stad. We moeten de stad verlaten. Oh, wacht, de burgemeester. Nee. De burgemeester, nee. Wacht. Oh, we moeten doorrennen. Wacht, nee. We gaan ik moet echt de burgemeester redden. Wacht. Oh mijn god. Dit is echt niet leuk. Dit is niet leuk, jongens. Hij zei, focust op mij. Oh, nee. Burgemeester, hoor je me? Hoor je me? Oh mijn god, ik moet echt... Ik kom later voor je terug, Florian. Ik heb hier geen tijd voor, het spijt me. Oh, maar deze. We moeten doorrennen. We kunnen ze niet redden. Weg hier. We kunnen niet iedereen rennen. Oh mijn god. Oh, ik heb hier... Er ligt van alles op de grond. Het is helemaal aan stront. Weg hier, kom. We moeten de stad uit. We moeten terug naar de kar. Ik weet niet waar. Dus we laten teruggaan naar de kar. Oh mijn god, dit is echt eng. Oh, wat is er gebeurd? Hebben jullie wel... hoe lang hebben jullie al last van die draak? Terroriseert hij jullie al lang? Ik snap hier gewoon niks van, jongens. Ik heb nog nooit een draak in de normale wereld gezien. Hoe kan dit? Kijk dat dan. Hij is die hele stad aan het terroriseren. Hij heeft hem helemaal... Ja, jij wil je emeralds natuurlijk. Wat zit jij nu met emeralds bezig te zijn? Gast, kijk dan. De burgemeester... Oh, hij komt deze kant op of niet? Oh, wacht. Shift. Kom. Voorzichtig. Hij gaat weg. Of niet? Hij is er klaar mee. Welke kant gaat hij? Dit moet je onthouden. Hij gaat die kant op. Hij is van de stad die kant op gegaan. Mijn god. Is het veilig om terug te gaan? Ik wilde weg, maar de draak is nu ook weg. Kunnen we terug, denk je?
Nee. Ja, maar de burgemeester is daar nog. En ik weet niet of die draak terug moet. Maar we kunnen de burgemeester niet achterlaten. Dat kunnen we niet maken. Oké, wacht. Ik weet niet waarom je dit zwaard aan me gaf. Ik snap, maar hou nog maar even bij. Want als de burgemeester doorheeft dat ik die heb, wordt hij boos op me. Kom, we gaan terug. We gaan terug. Ik wil de weg hier, maar laten we maar teruggaan naar de stad. Om te kijken of we daar misschien nog wat mensen kunnen redden. Ondanks de chaos. Wat is het kapot? Het is niet te hacken. Wow. Oh, wat erg. Wat erg. Ik weet je naam nog steeds niet, meneer de villager, maar het spijt me. Ik hoop niet dat wij dit geregeld... Ja, ik zou niet weten waarom de draak... Ik heb niks voor je. Kijk, daar is wat met je stad gebeurd. Dus emeralds zijn nu niet belangrijk, man. Oh, maar ja, ga maar weg. Oh, mijn god. Burgemeester Florian. Ja, is dit het huis van Florian? Ik herken het gewoon niet. Ik herken het gewoon niet. Is dit het? Florian? Hallo? Hoor je me? Florian? Burgemeester, moet ik naar beneden hakken? Ben je er nog? Ja, ik ben er. Oh, gaat het met je? Ja hoor, gaat prima. Wat is er gebeurd? Wat is daar beneden gebeurd? Is het ingestort? Ik heb geen idee, ik kan niet naar boven. Dus kom naar beneden, hè? Wat helpt me. Ik raak hier een beetje verstikken. Wel, ja, ik kom eraan. Wacht. Ik ga eerst het vuur uitzetten. Ik kom eraan. Oh, wacht. Even kijken. Ik hoop dat ik er nog kom, dat de trap niet helemaal in is gestort. In principe is het te doen. Ik ga even een pad voor je vrijmaken. Zo. Ik denk dat dit het beste is. Ik kom eraan. Oh. Hallo? Florian? Florian, ben je in de badkamer? Oh mijn god, je zit in bad. Gast, heb je niet door wat er boven juist is gebeurd? Hallo? Heb je niks door gehad? Jawel, maar ik dacht, ja, het kan wel paniek gaan zijn. We kunnen ook lekker in bad gaan zitten. Oh, kom heel even mee naar boven. Alsjeblieft. Kom alsjeblieft even mee naar boven. Droog je even af, weet ik voor wat. Het is absolute chaos boven. Yeah. Oh mijn god. Ja, Jan, weg. We hebben hier een villager, is hier ook gevonden. Jan, heet die Jan? Die villager, weet ik. Ik zei geen Jan. Je zei Jan. Ja, we hebben al een Jan. Ik zei geen Jan. Je zei Jan. Nou, weet je Jan? Is Jan je naam? Nee. Ik denk het niet, hij reageert niet. Maar, dit is er dus gebeurd. Kun je lopen, want... Oh nee, hij heeft het zwaard gezien. Jongens, dat is het zwaard dat ik aan de burgemeester heb gegeven, dat van de burgemeester is. Wat is dat? Kom nou even naar boven, joh. Ja. Kijk wat hier gebeurd is met de stad. Dit slaat al nergens op. Jeetje mineetje, inderdaad. Het is het warm hier. Ja. Oh mijn god, het vuur is irritant. Oh, wat moeten we doen? Wat moeten we doen, Florian? Ik ga even een paar belletjes plegen, want ik moet toch echt wel weten of mijn materialen voor mijn mancave nog geleverd kunnen worden. Wat? Ik vind die burgemeester is echt ergste die er is, jongens. Oh, dat was jouw huis zeker? Oh, nee. Oh, het spijt me. Het spijt me. Burgemeester moet iets doen. Als juist een draakaanval. De hele stad is vernield gewoon. Mm-hmm. We moeten deze mensen helpen. We kunnen niet terug naar onze eigen stad voordat we deze mensen hier geholpen hebben. Nee. Klopt. Ben je het mee eens? Ja. Ik kan het zeggen, we kunnen niet terug. We kunnen het niet maken om te zeggen, we laten deze mensen achter met deze kapotte stad hier. Ik vind dat we moeten gaan repareren. Ik vind dat we moeten helpen, verbeteren en misschien zelfs iets met die draak doen voordat hij terugkomt. Ik ben bang. Dat die draak namelijk... Ja, we kunnen dit ging mooi... Dood. Florian, wat gaan we doen? Repareren, herbouwen, het vuur moet uit. We moeten van alles doen. Ik denk dat ik even wat extra telefoons moet gaan plegen. Want ik denk dat we maar heel de stad gaan moderniseren. Want dan heb ik toch een mooi nieuw dorp erbij, zeg. Ja, ik denk dat er inderdaad even... Jij een dorp erbij, hallo. Ja, wat? Nee, maar ik denk dat we inderdaad even alles moeten gaan repareren. En misschien die draak, weet je... Als ik nou die kant op ga kijken of ik iets over die draak kan vinden, dan kan jij vast beginnen met het team om... je hebt vast wel een team om het vuur uit te zetten en misschien een beetje te moderniseren, oké? Okay? Nee. Hoezo niet? Nou, daar heb ik mijn mensen voor. Ja, maar dat kan ik toch... Hoezo? Dat zeg ik toch? Dat doe jij dat met die mensen? Het zou kunnen, ja. Ja? Ja. Oké, okay, weet je, dan ga ik vast op pad kijken. Maar ben er wel moe van geworden, zeg. Ja, dat snap ik, maar we moeten toch iets doen? Eerst nog even slapen. Weet je, ik ga kijken of ik iets over die draken vind. Ik heb wel trouwens meer spullen nodig. Misschien wat eten of zo. Oh, zijn mijn spullen niet verbrand hier nu? Oh, dit was mijn huisje. Jeetje. Oh, ik heb wel... mijn huis is wel een schuilkelder blijkbaar. Mijn kist staat er nog wel met mijn eten erin. Dus dat ga ik meenemen. Dan neem ik een bed mee. Neem ik hout mee. En dan kunnen we even op pad gaan. Laten we even kijken of we iets van die draak kunnen vinden. Oké, jongens, ik ben alweer een tijdje aan het lopen. Maar ik ben eerst heel even hier langs aan het gaan. Want ik dacht, weet je, volgens mij had de burgemeester naast een dure zwaard... had hij ook nog een spyglass. En ik dacht, als ik die kan pakken, heb ik net wat meer. Want ik kan natuurlijk met Optifine inzoomen. Alleen, is net niet genoeg voor mijn gevoel. Ik wil ook kunnen inzoomen
door zo'n spyglass te gebruiken. Dus laten we die even zoeken. Kijk, hier ligt. Oké. Het is in ieder geval ochtend. Daar ben ik al heel blij mee. De nacht is voorbij, want ik vond het echt niet leuk in de nacht. Ik heb wel wat spulletjes bij me, maar bij lange na niet genoeg. Die doen we op mijn hoofd. Maar het ding is, jongens, waar is mijn eigen spullen? Ik had natuurlijk die minecart met spullen hier achterop. En ik zie alleen nog maar de minerails liggen. Maar mijn spullen zelf zijn weg. Ik weet namelijk nog... Oh mijn god, ik dacht al, wat zag ik? Oh my days, nee. Oh, hij zag me niet. Oh mijn god, ik kreeg een hartaanval, jongens. Maar waar ligt die spikeless en waar liggen mijn eigen spulletjes? Waar ligt die kist met mijn elytra, mijn zwaard, mijn armor? Als ik die kan vinden, dan ben ik zo blij. Waar is dat? Is dat licht naar binnen gehaald? Oh, ik zag hem, ik wou het zeggen, ik zag hem. Ik zag hem. Oh, de spikeless, oké, die hebben we op zijn minst. Maar waar zijn mijn spulletjes? Waar zijn mijn eigen spulletjes? Die wil ik hebben. Oh, die zijn weg. Ik zei nog tegen de burgemeester. Dat moeten we niet in de kist doen. Zeg, is hij er afgevallen of zo? Ik weet het niet. Ligt in ieder geval niet hier. Jongens, omdat ik zo verdrietig ben, vind ik even dat jullie nu op een duimpje omhoog moeten drukken. Kom op, doe even. En reageer even. Weet je, Max, ik heb gelijk, omdat ik het gewoon leuk vind. Oké, jongens, dan gaan we mijn spulletjes misschien later wel vinden. Laten we nu heel eventjes kijken of we de draak kunnen gaan volgen. Want ik wil weten waar hij vandaan komt. Waar komt die draak vandaan? Want hij... Ja, we hebben hem nog niet eerder gezien. En we zijn hier inmiddels al 2-3 dagen of zo zijn we in dit gebied. En ik heb hem nog niet eerder gezien. Dus of hij komt van heel ver, of hij komt van de buurt. En... Oh, daar is hij. Daar is hij. Ik zag hem. Ik zag hem. Daar hebben we hem, jongens. Daar. Waar gaat hij in? Laten we hem stiekem een beetje volgen. Oeh, de stad is namelijk die kant op. Oh, ik moet onder de bomen blijven. Ik moet onder de bomen blijven. Oké. Okay, volg zijn geluid. Oh, hij is hier. Ik ben benieuwd welke kant hij op gaat, jongens. Daar gaat hij. Hij gaat die kant op. Oké. Laat hem gewoon volgen, jongens. Kijk, hij is daar weer. Daar gaat hij heen. Ik weet niet hoe lang het gaat duren, deze voorzichtige achtervolging. Maar ik moet oppassen, want hij gaat volgens mij... hij vliegt recht over me heen. Oh, ik vind het niet leuk. Ik vind het echt niet leuk. Het is veel te spannend, dit. Het is oprecht veel te spannend. Oké, hij gaat nu. Hij gaat over de rivier. Oké, nu kunnen we even sprinten, jongens. Nu kunnen we even vaart maken. Oh, maar deze, jongens. Echt, maar jullie willen het niet... Hoe niet chill het is om een soort Ender Dragon in de normale... Dat is niet leuk om dit in de normale wereld te zien, hoor. Dit hoor je niet in de normale wereld te kunnen vinden, dit. Oké, daar gaat hij. Oké, ik moet nu wel snel gaan voordat ik hem kwijt ben. Oeh, gaat nu wel heel snel ineens. Oeh, het is langzaam ook dag aan het worden. Daar ben ik blij mee, jongens. Daar ben ik heel blij mee. Waar gaat hij heen, jongen? Voor mijn gevoel is het niet ver of zo, weet je? Oh, mijn god, daar is het. Daar is het. Kijk, oh, dat is een nestje. Dat is een nestje of niet? Is dat... Wat is dat? Nou, nestje. Dat is gewoon een meganest. Oh my days. Dat is zijn hol. Gewoon zijn hol is dat. Oké, jongens. En het enge is... Ik heb letterlijk het stukje net gelopen. Dat is al die tijd al zo dichtbij. En het dorp is daar. Het dorp is ook niet al te ver. Dat betekent dat die draak dus gewoon echt een standaard gevaar is voor dat dorp. En hoe is hij daar terechtgekomen? Dat vraag ik me vooral af. Hoe is hij ooit in deze wereld terechtgekomen, deze draak? Ja, wat ga ik doen, jongens? Wacht, ik ga even hogerop. Ik ga daar boven klimmen, misschien dat ik wat beter kan zien. Oké, jongens, we zijn hogerop zijn we gekomen. Voor als je het afvroeg, inderdaad. Ik heb mijn koningskleding heb ik maar weer aangedaan. Ik liep weg uit de stad. Ik dacht, weet je, ik heb dat blauwe pakje. Ja, maar dat kan ik eigenlijk niet maken nu. Nu moet ik wel weer de koning uithangen en gewoon voor het... Het zijn niet eens mijn mensen, maar ik moet voor ze zorgen. Oeh, maar daar is het, jongens. Kijk, daar heb je hem. Hij is daar aan het chillen. Kijk, we kunnen extra ver inzoomen, dus dat is fijn. Oh, je kan het ook zien, jongens. Hij heeft al die emeralds van de villagers, heeft hij. Normaal houden draken natuurlijk van goud, maar deze draak die is helemaal niet van het goud. Die is gewoon echt van de emeralds. Oh, even kijken, hoor. Dit is misschien goed om te onthouden, want ik ga er denk ik... Ik weet niet of ik er naartoe moet, jongens, of dat... Oeh, hij vliegt eruit. Hij vliegt eruit. Oh, voorzichtig. Oh, voorzichtig. Oké. Oeh, waar gaat hij heen? Waar gaat hij heen? Hij is actief, man, deze draak. Oh, hij schiet ook gewoon een vuurbal af en toe. Oh, oké. Jongens, het is een van jullie. En laat even nu in de reacties achter. Moet ik naar binnen gaan in het nestje om te kijken of ik daar iets kan vinden? Waardoor we die draak misschien kunnen vermoorden, manipuleren, wegsturen, wegjagen. Ik weet het niet. Ik weet niet wat ik moet gaan doen. Kan ik die draak zomaar verslaan? Moet ik mijn spulletjes zoeken? We moeten sowieso met... Wat ik nu heb, hiermee kan ik echt niet een draak verslaan. Met geen mogelijkheid. Die vermoordt me binnen no time. Dus laat maar weten, jongens. Ik ga nu terug naar het dorp. Ik denk dat ik het nestje nog maar even laat voor wat het is. En dan ga ik denk ik terug naar het dorp om het nieuws te vertellen aan de burgemeester en aan de dorpelingen. En dan kijken we wel hoe het zit als we... Dan kijken we volgende keer wel weer. Maar voordat we naar het dorp gaan, jongens, ga ik lekker de video afsluiten. En dan is het een woord vervolgd. Een spannende cliffhanger-achtig idee is het voor jullie, hoop ik. Ik heb geen idee. In ieder geval, dankjewel voor het kijken naar deze video. Vergeet zeker even niet te liken. Vergeet zeker even niet te abonneren. Zou je heel cool zijn als je het doet, want we zitten bijna op 250.000 abonnees. En dan nu! Goeie! Kijk lekker deze video. Dit is namelijk het vorige Condat Veenil. Er staat een geit naast me. Hartstikke leuk. Maar kijk lekker deze video. Dit is het vorige Condat Veenil. Heb je het nou gemist? Moet je hem zeker even kijken. En nu spreek ik later. Tot de volgende keer. Yo!